Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, herdenkingsweek, deel van investering in natievorming. Workshop slavernijverleden van start. SLM staat open voor samenwerkingsverbanden. President Santokki doet actief mee aan Olympic Day. En regering akkoord met strategie landelijk woningbouwprogramma. Dat de regering een budget heeft vrijgemaakt voor het vieren van de jubileumjaren 150 jaar Hindoestaanse immigratie, 160 jaar afschaffing slavernij en 170 jaar Chinese immigratie is volgens president Chandrika Prasad Santokki investeren in natievorming. Het staatshoofd sprak op zondag 25 juni bij de opening van de muzikale herdenkingsweek Wipoku Kulturu Gonamans Passi op Wakapasi. Vandaag wordt dus met het aansteken van een fakkel de herdenkingsactiviteiten van 160 jaar afschaffing van slavernij ingeluid. Een tijd om te danken en te denken. Een tijd voor bezinning. Een tijd voor rouwen. Bespiegelend terugkijken. Maar ook een tijd om de vrijheid te vieren. Ik vind het treffend dat een fakkel de komende dagen hiertoe zal branden. Het vuur staat immers voor kennis, voor reden, voor vooruitgang en licht in de duisternis. We zijn hierdoor hopelijk in staat helder te denken en tot inzicht wellicht nieuwe inzichten te komen. En terwijl het vuur van de fakkel enerzijds beschermt, verlicht en warmte geeft, kan het ook zijn vernietigende kant hebben. We kunnen ons daarbij laten leiden door het gedachtegoed van een van onze grote zonen die het als volgt heeft verwoord. Wambom. Somini wiwiri. Maar wambom. Waliba. Somini kriki. Maar alleen gona wanse. Wan ede, somen prakseri pe wan bumusde. Wan gado, someni fasifu ambegi. Ma wan tata. Wan sranan, someni wiwiri, someni skin, someni tongo. Ma wan people. Ja, wan people. We mogen elkaar veel wijsheid toewensen. In deze dagen van herdenking en bezinning. Maar ook van dankbaarheid. Op weg naar 1 juli. En verder. Aan de vooravond van de herdenking en vieren van 1 juli wil ik u allemaal een bezinningsvolle week toewensen. Er is strijd geleverd, maar die strijd is nog niet geëindigd. Er moet strijd geleverd worden, niet zoals de voorzitter dat gezegd heeft, alleen dat deze vorm van slavernij nooit meer terugkomt. Maar ook die moderne vorm van slavernij moet niet terugkomen. Ook die moderne vorm van onderdrukking van arbeiders en mensenhandel mag nooit gebeuren. En dat is die andere strijd die we gezamenlijk moeten voeren. Maar vooral voor onze in stamverband levende lobbybraderangassisas, onze Maronbroeders en inheemsen, ook daar gaan we gezamenlijk een strijd voeren dat uw recht, uw grondrecht, ook goed geregeld wordt. En dat daarover een intensief overleg plaatsvindt tussen regering en parlement. En we gaan het verruimen met alle doelgroepen om te kijken uiteindelijk hoe we datgene wat historisch gevraagd wordt, uiteindelijk goed geregeld kan worden.
Want daarop maken ze aanspraak. We zijn nu gestart met eigenlijk de eerste week naar jullie toe. En dat moet natuurlijk pittig zijn en eigenlijk de draad aangeven voor wat er nog gaat komen. Gisteren hebben we de Prodowaka gehad in Mungo. Dat was ook spetterend. En vandaag is de officiële opening van de herdenkingsweek. En u ziet het, u maakt het zelf mee. Heel fijn programma. Toespraken aan de ene kant waarbij we eigenlijk invulling geven aan de bezinning. Bezinningsaspecten. En aan de viering door middel van zang, dans en eigenlijk alles wat wij hebben aan cultuur. We zijn same people. Kom na wang, misa singi karding. Make them kong, nyomo fa lazy, dream wamo fa water na ngami. Misa singi sana winti, winti lont mi, winti na libi, winti na dede. Te bai, e naken tabla, na me luku, me archi, ma me respekian tu, leg mi eiji kulturu. Te pa e prenge nanke pang, na me luku, me archi, ma me respekian tu, leg mi eiji kulturu. Maar dat pinte nakis op patam tou ketou tou. En mijn vier van mis keer grotutum tou tou. Ai, droma je merni. Je merni kratutum tou 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 tou. Aha, mijn vier u. Mijn vier is ten amis jojo tou ketou tou tou tou. Mijn bari. Mijn batroman tou 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 tou. Wai, wai. Ai, droma, dit snap me. Het slavernijverleden, de basis voor het heden, voor eenwording en de kracht van de toekomst. Nazaten van tot slaafgemaakten en inheemsen. Dit is het thema van de workshop Slavernijverleden, die gehouden wordt op 26 en 27 juni 2023 in het kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij. Bij de opening van de workshop in de bankethal van Hotel Torarica heeft president Chandrika Persat Santokhi aangegeven dat de inzichten die in deze workshop worden verkregen gunstig kunnen zijn om een breed gedragen antwoord te formuleren op de excusesaanbieding van Nederland. Het is nu de hoogste tijd om de stemmen te verheffen van degenen die gedurende vier lange eeuwen noodgedwongen moesten zwijgen. Dat zal niet eenvoudig zijn als we alleen maar in ogenschouw nemen hoeveel verschillende organisaties we hebben moeten benaderen toen we deze workshop aan het voorbereiden waren. Het is daarom misschien goed als wij, die hier verenigd zijn om voor alle Surinamers de perspectieven te verruimen, de woorden van Dobro ten harte te nemen. Wansranang, so many wiwiri, so many skiing, so many tongo, maar one people. Wij hier vormen met z'n allen de groep die ervoor zal moeten zorgen dat er voor de eventueel toegezegde beloningsreeks een concrete richting voor wordt bepaald voor alle Surinamers. Deze workshop biedt dus een platform voor begrip, reflectie en empathie om te geraken tot eenduidig standpunt. Want wat weer vertaald kan worden naar de juiste wet en regelgeving voor deze collectief gedragen aangelegenheid. Maar vandaag wil ik volstaan met deze woorden. En vandaag is het belangrijk dat u als de Nationale Assemblée met allen die hier aanwezig zijn, uw inzichten presenteert, uw visies naar voren brengt, uw mening geeft, zodat al deze zaken vastgelegd worden en onderdeel gaan vormen van het beleid dat wij wensen te ontwikkelen als regering samen met alle betrokken partijen. Een onderwerp als het koloniaal verleden en zeker het essentiële onderdeel van de slavernij vereist brede maatschappelijke en dus ook parlementaire discussie. Wij kijken uit naar de resultaten van deze tweedaagse workshop. En natuurlijk zullen wij deze inzichten ook verder verwerken in het beleid dat ontwikkeld zal worden. En die zullen wij als regering met alle ernst ontwikkelen, met uw geacht college. En natuurlijk zullen we alle andere actoren moeten betrekken, alle analyses
en informaties en visies, die zullen belangrijk zijn om uiteindelijk tot standpuntbepaling te komen. De tweedaagse workshop gaat over, zoals het thema zegt, de slavernijverleden, de basis voor het heden en eenwording, de kracht van onze toekomst. We weten dat er heel veel wordt gesproken over het slavernijverleden en we weten dat er in het kader van de uitspraak van de VN in 2001 dat de slavernij kan worden gezien als een onrecht dat de mens is aangedaan. Dat vanaf dat moment er een heleboel ontwikkelingen zijn geweest binnen de diaspora van de nazaten. En in deze zijn het de nazaten van tot slaaf gemaakt. En waarbij binnen de CARICOM er standpunten worden ingenomen. Maar ook binnen de relatie Suriname-Nederland zijn er standpunten ingenomen waarbij we recentelijk de excuses hebben gehad van de heer Mark Rutte, premier van Nederland. Belangrijk is dat wij als Suriname dit geheel in perspectief brengen. En het parlement heeft een belangrijke rol in deze, omdat we naast wetgevend orgaan, maar ook het controlerend orgaan zijn van de regering en het beleid. Dus wij hebben gemeend om een tweedaagse workshop te organiseren, zodat we de maatschappelijke groepen erbij betrekken, maar meer nog dat we een roadmap neerzetten voor 10 jaren. Die roadmap moet een handleiding zijn, niet alleen maar voor het parlement, maar ook voor de maatschappelijke groepen en de regering. En binnen die roadmap zijn er verschillende aspecten die benaderd zullen worden, waaronder de geschiedenis, hoe moeten we de overeenkomst aanpakken, waarborgen identiteit, het internationaal standpunt, hoe moeten we daar naar kijken. En dan nemen we zeker mee ook de toekomst van ons, de nazaten en de inheemsen, omdat de inheemsen ook slavernij hebben gekend. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM bevindt zich momenteel in een proces van herstel. De maatschappij heeft vorige maand met succes de eerste commerciële vlucht met haar eigen toestel, de Airbus A340, uitgevoerd. Binnen het traject van herstel maakt de SLM zich ook gereed voor samenwerkingsverbanden. CEO Stephen Gonish zegt dat dit op verschillende manieren mogelijk is binnen de luchtvaartsector. Door de verkoop van elkaars tickets of operationele samenwerkingen. U hoort de topman Stephen Gonish. U weet dat de SLM een continu proces in het herstel doorvoert van kostenverlaging, inkomstenverhogende maatregelen neemt en ervoor zorgt daarbij dat je ook doet wat je zegt en zegt wat je doet. Nu is het zo dat je natuurlijk als luchtvaartmaatschappij niet alles continu uit de doeken kan doen, omdat je ook gebonden bent aan NDA's, non-disclosure agreements, die je tekent met bepaalde partijen om ervoor te zorgen dat bepaalde details van overeenkomsten, et cetera, niet zo op straat komen te liggen. Dat heeft men niet graag en daar teken je daar ook voor. Anderzijds is alles wat wij nu doen in het kader van het herstel van de SLM en SLM te brengen naar de komende 60 jaar, want we staan immers nu al langer dan 60 jaar. De winstgevendheid van het vliegtuig, dat brengen wij continu, houden wij dat in de gaten. Omdat wij ook hebben gezegd in het kader van het herstel van de SLM, wij zullen geen verlieslatende vluchten blijven uitvoeren. Nu is het zo dat je ook kan zeggen, ja maar je bekijkt de winstgevendheid niet per vlucht per dag. Want anders zou je zeggen, ja je haalt à la dol vluchten eruit. En dat betekent mevrouw dat u niet kan rekenen op de SLM. Als u zegt van ja, maar de SLM haalt plotseling mijn vlucht eruit, dan weet u niet of u die ticket die u vandaag koopt, of u over 3 maanden of die vlucht wel of niet gevlogen wordt. Dus je moet een zekere mate van consistentie erin houden. Je moet gecalculeerde risico's willen nemen en kunnen nemen. Ja, want dat is deel van de luchtvaart. Het is een dure operatie. Vliegen is duur. Ja, anderzijds brengt vliegen ook veel risico's met zich mee die we natuurlijk indekken. Want een heleboel van de risico's worden door de strenge regulering al ingedekt. Ik kan u zeggen dat er misschien geen andere industrie in de wereld bestaat die zo streng gereguleerd is als de luchtvaart. Dus de normen die zijn vrij streng.
De controles die zijn streng. En dat maakt allemaal dat we veilige vluchten zo veilig als mogelijk kunnen aanbieden. Het leasecontract voor de A340 was getekend voor initieel 8 maanden. De transitieperiode is dat wat de SLM wilde hebben om te gaan naar een mogelijk ander type vliegtuig. Weliswaar hebben we wel de optie om te kijken als we iets langer door willen vliegen hiermee. Dus dat zijn zaken die wij in de komende periode evalueren. Kijken hoe de operatie loopt. Zijn we er tevreden mee? Hebben we nog even die tijd nodig om voor we de volgende stap zetten? Al dat soort zaken worden meegenomen. Maar initieel voor 8 maanden. En dan kijken we tegen november, december dit jaar al. Maar dat wil niet zeggen dat we geen continuïteit hebben, want daar werken we nu al aan. De nek omhoog, schouders naar achteren en naar voor, de neus brengen naar je knie en cirkels met het lichaam. Allemaal instructies van de trainers van Train With Us tijdens de warming-up van de Olympic Day op zaterdag 24 juni 2023 op het terrein van het Surinaams Olympisch Comité, de organisator van deze 5 kilometer wandel- en trimloop. President Santoki heeft als speciale genodigde actief meegedaan aan deze activiteit. Alle sportgroepen heb ik gezien en dat is geweldig. Het is de dag plaatsen in het teken van de gezondheid. De gezondheid van de mens. Het gaat om de kernwaarden ook van het Surinaams Olympisch Comité. Namelijk het bewegen, kennen, maar ook zorg dragen dat je ontdekt. En met zo'n loop, het lijkt alsof een fysieke loop is, ontdek je veel dingen. Je ontdekt in jezelf, je kracht, je conditie. Je ontdekt het milieu, je ontdekt ook de verhoudingen, ja, ecologisch, de schaduw, de zon, de planten, zoveel geneeskundige planten. Je ziet ook namelijk de beauty hier achter de cultuurtuinlaan. En je hebt zoveel mensen weer ontmoet langs de straat. Maar belangrijk is het bewegen. Het gezond worden, als we bewegen, dat zorgt ervoor namelijk dat we minder ziek gaan worden. Als we bewegen, namelijk zorgen we ervoor dat we gezonder worden, beter kunnen we presteren. Als we bewegen, zorgen we ervoor dat we ons lichaam ook op peil houden. En de andere kant, hoeven we minder naar de dokter. We drukken ook de kosten van gezondheid ook omlaag. En aan de andere kant is het bijzonder belangrijk dat wij als regering beleid ontwikkelen op het gebied van healthy lifestyle. Dat is wat we aan het doen zijn. De overtollige ambtenaren die gaan gevraagd worden om naar volksgezondheid te gaan, getraind te worden als healthy lifestyle werkers. Naar de wijken, gezinscoaching, individuele coaches. Om te zorgen dat we de basisgezondheidszorg daarin gaan investeren. Zodat we ook die dure gezondheidszorg in die tweede lijn een beetje kunnen reduceren. Aan de andere kant, voor de mental health. Als je dat hebt, heb je minder stress als je loopt. Als je loopt, kom je in contact met mensen, communiceer je ook. En als het loopt, dan zorg je ervoor dat alle organen ook goed functioneren. Dus kortom, ik denk dat deze dag, de dag van de Olympic Day... Goed op zijn plaats neergezet is door het Surinaams Olympisch Comité. En we nodigen iedereen uit om te bewegen. Er is net gezegd geworden 3 keren per dag bewegen. Het kan van alles zijn. Je hoeft niet fysiek te rennen. Je kan wandelen, je kan lopen. Dus nogmaals, laten we Suriname gezond maken. De regering moet zorg dragen dat de economie gezond wordt. Dat bestuur gezond is, dat beleid gezond is. Dat ook een gezond beleid ontwikkeld wordt naar alle sectoren. Wij als mensen moeten zorgen dat wij gezond worden als individu, als burger van het land. Het landelijk woningbouwprogramma fase 1 2023-2025 moet de woningnood in Suriname duurzaam helpen oplossen. De algemene doelstellingen van het programma zijn een adequaat en betaalbaar huis met geschikte leefomgeving voor elk Surinaams gezin en ontwikkeling van de gemeenschap. Op 24 juni heeft projectmanager Mark Rommy een presentatie verzorgd aan president Santoki
met het doel om goedkeuring te krijgen voor het opstarten van het landelijk woningbouwprogramma. De hoofddoelen van het landelijk woningbouwprogramma zijn goedkope kredietfaciliteiten creëren voor de samenleving, in cultuur brengen van de kavels waarvoor bereidverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven, bouwen van woningen, begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen en het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw. Het voornaamste doel is de particuliere woningbouw tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen. De parameters zijn aangepast als onderdeel van het strategisch beleid om woningnood aan te pakken. Na de presentatie heeft het staatshoofd zijn goedkeuring gegeven. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.